laten zien, want dat heb ik nog niet gedaan. Dus wij komen dus binnen langs deze deur eigenlijk. En dan hebben we hier zo twee kastjes. Ik weet niet of je het kan zien. Dus hier zijn twee mooi ingebouwde kasten. Eigenlijk staat er niet zo heel veel in natuurlijk, want ik kan er zelfs als het moet helemaal even kijken. De badkamer natuurlijk, die we ook, de badkamer, ja, zoals je kan zien, ik heb me net uitgekleed, dus dit zijn de handdoeken, lavabootje, de toilet, een douche, wie ook, maar eigenlijk, dan ook nog voor mensen die met de rolstoel zitten, met een beperking, die kunnen er wel op gaan zitten, of die kunnen zo, denk ik, nee, ik zei het waarschijnlijk verkeerd, maar goed. Nee, dat zal waarschijnlijk iets anders zijn. Ik weet niet wat het is, maar wat ik eens opviel. Dan heb je de kamer hier. Ik ben ook de volgende arten van Zomerrit. Namelijk, we hebben hier ook nog een spiegel. Dat is de kamer. Eigenlijk een beetje, ja. We hebben ook een, dit hebben we ook nog meegekregen. Is echt voor in te vullen, je mening erover en zo van dingen allemaal waard. En dat is wel leuk om dat te doen. Dit is dan nog een boekje waar al informatie eigenlijk in staat, in het Frans en het Nederlands. We krijgen ook nog een abonnement. Wat eigenlijk normaal te doen is eigenlijk in het hotel zelf. Ook wel leuk om te zien. Dat ze eigenlijk ook wel heel veel activiteiten doen. Dus ja, het is wel mooi en leuk. Tof eigenlijk, ja, het uitzicht is een beetje moeilijk om te zien. Ik weet niet of jullie het gaan zien. Waarschijnlijk wel. We kijken echt op een, ja, op een ander hotel eigenlijk. Dus dit is wat wij nu zien. Is het nu donker? Dus er is ook niet veel te zien. Momenteel. Dan hebben we hier ook nog twee mooie stoelen staan. Twee stoelen. Ik zeg het. En dan natuurlijk het bed waar we in slapen. Dus het is wel heel mooi. Eigenlijk allemaal. Ook brandveilig, want er is een. Dit zijn nog lichtjes, die branden allebei trouwens. Voilà. Wel stopcontact, hier een stopcontact. Dat vind ik wel vrij weinig. Wat we ook nog hebben is een ijskast. Daar zit nu mijn drinken in, die zal verkoud zijn. Televisie natuurlijk, die heb ik nog niet getest. Dat ga ik morgen doen. En voor de rest, ja. Ik het ook wel. Hier heb je bijvoorbeeld, als je aan deze kant slaapt, dan heb je pech, want die heeft geen pries, zoals je kan zien, zo contact. Ik denk dat je maar iets van 1, 2, 3 stopcontacten hebben voor als je met twee personen komt eigenlijk. Dat is vrij weinig, eigenlijk op zich. Dus ja. Maar ondanks alles lijkt het hier wel een leuke kamer te zijn. Dus, ja. Nee, kan ik er nog niet van zeggen, want ik moet dat er nog uittesten. Ik lig hier op bed. Ik wil weer eens slapen. En ik zie jullie allemaal morgen. Hopelijk ook allemaal goed. Want het is ontbijt tussen 8 en 9. Dus dan gaan we naar verdieping 1 op tafel 22. Dus ik ben ook eens benieuwd. Ik ga zien of ik alles kan vloggen. Natuurlijk met respect voor de mensen. Goedemorgen iedereen. Het is wat vroeg eigenlijk op zich. Maar we moeten gaan ontbijten. Dus één keer. Dat is veel te vroeg. Oh, God. Het doet wel pijn.
verbranden. Dus ja, maar we gaan nu naar de bijtafel. Ik ben hier zoiets op bellegas. Ik neem bij alles ervoor. Dit is de gang. Dat moet zijn. Dat is echt heel goed. Ja. We moeten naar daar. Dus we gaan naar daar. Op de uitgang. En dan wachten we op de lift. We moeten naar op de lift. Kijk eens hoe de lift uit hier staat. Is er nu de lift? Het is ook heel mooi als je kijkt. Maar we zien dat er op en neer. Dus we gaan heel breed. Hier is de tafel, dankjewel. Hier is de tafel. Ja. Zo, straks gaan we eens kijken wat een pijp het allemaal is. Dat ik je straks laten zien. Kijk, deze mensen die zijn een touw aan het maken. Kijk. Daar lach ik toch. Stel je voor dat je dat allemaal nog op deze manier moest doen. Gaan we eens even kijken verder te zien, straks komen we weer uit. En dan heb je zo echt de mensen die nog echt zo like, vroeger garnalen pellen. En die doen de hele tijd zo. Kijk, dat deden ze garnalen pellen. Dus de hele tijd. Dat was een beroep, garnalen pellen. Dat is wat wij nu niet meer doen. Nu wordt dat eigenlijk allemaal uit het buitenland naar België gebracht. Maar dat was echt een beroep. Mensen deden dat allemaal. Echt zo van garnalen pellen en alles. Dat was op dat moment. En ik denk dat ze daar wel heel lang mee bezig geweest zijn. Ik zou daar toch denk ik voor één garnaal al een uur mee bezig zijn. Ik zou niet weten dat ik moet doen. Maar dat is eigenlijk de realiteit. Kijk, die vrouw is helemaal bezig. Is dat niet kantlossen? Ja, kantlossen. Ja, dat is het. Is er aan het katlossen? Ja, dat is het. Kantlossen. Echt wel. Kijk, en dat is echt een beroep op zich. Kijk, we zitten hier zo in een parkje. En het is hier wel mooi. Dat ligt hier zo achter staat thuis, denk ik, dat ik op zit. En ze hebben hier ook een speeltuig voor de kindjes. Het is niet echt heel groot, maar dat moet niet echt groot zijn. Dus, wel schoon. Als jullie afvroegen waarvoor wij een kaars hebben gebrand. We hebben een kaars gebrand dat mijn grote held niet te veel pijn mag leiden. En ook een kaars omdat mijn mama er toch wel een beetje bij is eigenlijk. En ook een beetje aan het denken, want het was haar stad eigenlijk hier wel. Ze kwam hier graag. Dus daarvoor heb ik eigenlijk een kaars gebrand. Maar ik wou ook niet praten in de kerk. Omdat dat een beetje respectloos was. Maar ik vond het wel leuk om dat moment even vast te leggen. Dus het is dat je het weet. Nu is met de voetjes in het water. Ik heb mijn zwembroek niet aan momenteel. Nog om het weer voorzichtig te zijn.
en we gaan proberen om naar de pier te wandelen. Daar zie je de pier. Kijk, ik kan ze helemaal uitzoomen dat je de pier toch ziet terwijl ik er naartoe moet gaan. Kijk. Zo ver kan die camera. Ik kan nog iets verder, kijk. Maximum dit. Maar dat is dus eigenlijk, moeten we dit nog helemaal af voor we er zijn. Dus dat ik de pier zie. En we moeten nog helemaal tot daar. En als we dat nu met water kunnen doen, dan is het ideaal. Dus dat gaan we proberen. Ik krijg ook heel veel vragen binnen, ondanks dat de vlog niet online staat. Maar wel op TikTok staat en alles online. Voor jullie, als jullie deze beelden zien, dan staat er natuurlijk wel online de video. Heel veel mensen van, ja, waarom ben je sneller niet? Ja, waarom ik sneller niet heb, omdat snel op dat moment geen foto wilde maken met zijn fans. En ja, daar kan ik niets aan veranderen. Dat is niet omdat ik die niet wilde zien of zo, totaal niet. Ik wil zeer graag op de foto. Dus heel veel mensen vroegen zo, ja, dat. Maar dat is eigenlijk de reden waarom niet op de foto stond. Dus, dat is wel zijn reden. Hij is op het strand. Gaan we misschien een nachtvlog, alle avondvlog. Zo kan ik misschien. Is dat nog? Het water. Maar het is echt zo heel ver. Dat het water ligt. Dat is nog even een eindje. Zicht, maar het is beter dan de schoenen te dragen. Dus ook een beetje raar. Dus muziek is naar de zee gaan. Thank you.
is meer natuurlijk voor de zekerheid. Dan. Het water is prima eigenlijk. Het water is echt wel een goede temperatuur, maar ja, dat is niet waar het is. Het is hier al van 1933 en dat zijn eigenlijk, dat lijkt het is gewoon een fiets, maar dat zijn het niet. Dus je hebt dus fiets waar je dus bij je trappers achteruit moet voor te fietsen. Je hebt eigenlijk van alles eigenlijk, van alle vormen, een grote wiel en een kleine wiel. Ja, eigenlijk heel veel. Dus en dat is hier eigenlijk al heel, heel veel leven. Dus je dat hier eigenlijk al. Het staat er ook op. Al 89 jaar. Is dat? Hier staan we aan de pier. Dit is de animatieruimte. Prachtig, ik kun je dus van alles doen. Wel mooi, maar we gaan nu naar boven, want er is niet zoveel te zien. Deze zijn de frietjes en dit is de hamburger. Die gaan we straks mee pakken, de hamburger. Want we gaan eerst de frietje eten. Dit is dus de kaas. Wanneer gaan we dit opeten? We zitten nu op de plaats waar dat vroeger tien om te zien was. Wandelen, misschien enkel probleem. Dus unieke plaats natuurlijk. Ja. Dat zie ik nog wel vragen. Dus hier heb ik zo'n hoog dingetje eigenlijk dat ik in zit. En ik hoop dat ik nog wel vragen. Ja, alles moet echt wat pijn. Dat is echt een goede les. Want één keer kan te weinig zijn. Dat je me verstaat.
dat dat meevalt of niet meevalt, dat weet ik natuurlijk mee. We hebben hier ook nog een standje van de mol. Die heb je ook. Dus ze zijn heel goed verdeeld. Hè. We hebben hier bijvoorbeeld, je hebt hier M&M aan de pier. Daar kunnen we ook nog eens naartoe gaan. Wat wat minder warm is. En je hebt hier de mol. De andere zender. Kijk. Okay, gaan we eens kijken. Kan jij zien? Dankie, ik deed het erin. Maar je gaat het niet goed zien, denk ik. Werkelijk. Het is echt hoog. Oei Marie, we moeten in de... Kan jij de verschillen vinden van via de kijkkaartjes? Ik ga jullie hier zetten. Poging 2. Voilà. Vond je het een leuke visie? Dan mogen je niet abonneren. Morgen zijn we weer.